Omdat we nu een heel gebouwtje op de Epier erbij gaan zetten, zijn we nu bezig om alle kolommen op de Epier aan het opdikken. Om het gewicht te kunnen dragen. En zoals je kan zien halen we het dak van de wortel Epier eraf. En dat is een behoorlijk bouwwerkje, het ondersteunen van het hele gebouwtje, zodat het recht omhoog blijft. De operatie gaat hier gewoon door. Alle bagagekarren vanuit het EF-gebied moeten nieuwe routes maken, zodat zij gewoon door kunnen gaan met het operationele proces. Het is behoorlijk wat zweetdruppeltjes om dat voor elkaar te krijgen, maar tot nu toe lukt het eigenlijk best wel goed.